Hallo, hallo, hallo. Welkom, goedemorgen. Welkom in de vlog. Vandaag vooral weer deskdingen, bureaudingen. Ik ben nog even naar Rabobank, mijn check voor Ebeber innen. En ik wil gewoon een eind wandelen vanmiddag. Dus ik denk dat ik naar de Rabobank wandel. Het weer ziet er goed uit. Tenminste, nu nog. Haven we uit. Schrijven vandaag. Vandaag probeer een beetje een rustige dag, zodat ik nog wat kan bezinnen, de onderstroom in de gaten houden van woensdag met de mastermind. Dat is het plan van vandaag. Allemaal kleine taakjes, maar ik wil tussendoor rustmomenten creëren, zodat ik kan ervaren wat er gebeurt, waarom ik dingen voel, waarom andere mensen dingen voelen en wat ik daarmee kan. Even twee leuke dingen delen met jou. Vandaag, in de video's van gisteren en eergisteren, heb ik heel duidelijk opgeroepen om te liken en te reageren. Omdat ik dat prettig vind, omdat ik dan erkenning krijg en ik dat fijn vind. En dat gebeurt. Je reageert, je zegt iets, je liked, je maakt een vlog. Ja, dat vind ik echt super gaaf. Dankjewel dat je dat doet. Het tweede ding, ik werd gebeld door iemand, een ondernemer. Die met een bedrijf zit met een aantal vestigingen. En hij zat, zoals hij dat zelf zegt, met online zichtbaarheid in de maag. Hij zag mijn hoofd regelmatig voorbij komen. En zei, volgens mij heb jij er verstand van. En daarin bevestig ik hem. Ja, dat heb ik. Dat klopt. En kunnen we erover praten. En hij had het over mijn hoofd voorbij zien komen in mijn vlogs. Hij keek niet elke video. Dat hoeft ook niet volgens mij. Af en toe denk ik wel, want dan leer je dingen van mij. Opnieuw iemand die belt naar aanleiding van de vlogs om te kijken hoe ik kan helpen bij online zichtbaarheid. Ik heb hem gelijk ingeboekt als een meet and eat voor volgende week dinsdag. Dus nu zit ik op 5 afspraken meet and eat waarbij ik 1 smokkel. Niemand zeggen. Want dat is een Skype afspraak. Hij komt niet vanuit Middelburg naar Doetinchem. Wat ik best begrijp natuurlijk. Dus we hebben een Skype afspraak gemaakt daarvoor. Maar 5 van de 10. En het is half juli. Wow. Ik ben best happy. En ik vind ook dat dat kan. Want natuurlijk is het lastig om op sommige dagen happy te zijn. Want er gebeuren andere dingen die zo niet gaaf zijn. En is het soms ook moeilijk om happy te zijn terwijl in Nice een drama gebeurd is. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat is wel wat je aan mij hebt. Dat je kijkt naar dingen waar je van mij leert, waar je gelukkig van wordt, waar je blij van wordt. Ik word hier blij van en ik wil niet de hoofd in de stand steken, daarom zeg ik er nu bewust iets over. Ik weet even niet zo snel wat ik moet doen. Maar in ieder geval, als ik de hele dag naar nieuwsitems kijk op tv en luister naar allerlei interviews en experts die er iets over zeggen en rechts en links die er iets mee over moeten zeggen, dat heeft ook geen zin. Ik heb geen idee wat ik moet doen nu hieraan. Het enige wat ik wel weet is wat ik kan doen om jou verder te helpen en om te praten over online zichtbaarheid, over wat dingen wat werkt en te delen met jou wat werkt. Dus niet, ik deel dit niet dat ik nu 5 gesprekken heb omdat ik daar mijn meldbaar mee had, maar ik deel het ook om te laten zien dat het werkt. Dat je snapt dat dit een goede methode is die jij ook kunt gebruiken. En wat ik toch, ik heb onderzoek uit. Want ze zijn al een week met de weg bezig hier. De weg is afgesloten. Het is enorm druk op de weg waar ik ook loop. En je ziet hier achter de hijskraan staan. Die deze betonnen blokken hier intakelt. Er wordt dus een waterweg aangelegd onder de weg door. Ik denk ze gaan beter met de fiets doen. Nee. De hele waterroute is hier veranderd. Enorm verbreed en uitgediept. En die gaat hier middels deze betonnen palen onder de weg door. Naar de andere kant waar ook een vergelijkbaar watergedeelte is. Het stadstrand van Doetinchem. De IJsselkade. Met mooi
geel zand, volleybal, hangmatten. Voilà, hangmatten. En de IJssel loopt er precies achter, dus je hebt ook nog water. En het is dicht bij het centrum. Want voilà, daar is het centrum. Kijk, dit vind ik ook super gemaakt. Mooie stijgen waar je zo langs het water oploopt. Ja, het was een zware. Vanaf ik er wel een tuin aan een berg geweest met te snoeien. Dus dat is flink zwaar. Al met al 10.000 stappen gezet in de ochtend alleen al daardoor. In de middag bedoel ik. En om 4 uur rondje hardlopen, bijna 8 kilometer. In 50 minuten volgens mij. Ja, 5 minuten. En met 2 stops en 1 opwarm oefening moment. Wat steeds beter. Langzaamaan. En ondanks dat het dus super zwaar was. Ja, vind ik dit dus mooi om te delen. Omdat dit zo ontzettend lijkt op ondernemen. Terwijl het lastig is, zet je door. Dat is wat we doen. En ondertussen is Windows 10 klaar met installatie. En is ook klaar mijn Google Apps installatie. Yay! Nu, dus met mijn team toegang tot Google Apps betekent dat we ieders 1 terabyte aan geheugen hebben, als ik het goed heb. Als het team groter is dan 5 mensen is dat onbeperkt, maar nu met minder dan 5 mensen is het 1 terabyte per persoon. Dat betekent dat ik bestanden van klanten allemaal online kan zetten en allemaal kan weghalen van mijn computer en mijn laptop. Iedereen er makkelijk bij kan. Ook natuurlijk backup altijd goed georganiseerd daardoor. Ja, ik kijk er zo naar uit naar deze vernieuwing. En voor de prijs hoef ik niet te laten. Ik dacht dat het 8 euro was uit mijn hoofd per medewerker. En ik heb er nu 4. Dus ja. Dus dat is gewoon per maand voor de duidelijkheid. En dus dan kunnen we afscheid nemen van grotendeels van Dropbox. 1 klant in ieder geval wil meewerken, maar voor de rest zal het allemaal gaan via Google Drive. Kijk naar uit. En ook de communicatie via e-mail is nou georganiseerd, dus nu kunnen we heel gemakkelijk mail sturen. Vooruit gaan. Yes. Het is zondagmorgen. Nog lekker vroeg. Hoe laat is het eigenlijk? Geen idee. Ik gok 8:30. En ik wandel weer in het Bergse Bos. Dit keer niet er naartoe gefietst en wandelen, maar gewoon echt helemaal naartoe gewandeld. En dus nu zo terug. Ik zit op dit geweldige punt hier. Is dit niet fantastisch? Ja, dit is fantastisch. Dit is heerlijk. Het regent een beetje. Ik weet niet of ik nog natter word dan nu. Misschien langer blijven zitten nog.